First Lady geeft Invulling aan Nationale Voorleesdag. De First Lady van Suriname, Ingrid Bouterse-Waldering, heeft aan de leerlingen van de Sint Thaddeus School aan de Misgunstweg in het district Saramacca voorgelezen. Dit deed zij op de Nationale Voorleesdag op woensdag 4 maart 2020. Lezen is weten en als je veel leest, leer je de wereld kennen, hield de presidentsvrouwen de leerlingen voor. De leerlingen die onder de indruk waren van de komst van de First Lady op hun school, hebben haar waardig ontvangen. Schoolhoofd Beryl Apinsa bedankte de presidentsvrouwen namens de leerkrachten en leerlingen voor het feit dat zij tijd vrijgemaakt heeft om de school een bezoek te brengen in verband met de voorleesdag. Ook de districtscommissaris van Saramacca, Sarawan Kumai Ramai, bedankte de presidentsvrouwen dat ze, ondanks haar drukke schema, tijd heeft vrijgemaakt om de school te bezoeken en aan de kleuters voor te lezen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.